Dag iedereen, ik ben Poetere. Ik ben Mirjam. En vandaag gaan we hotspots testen in Mechelen. Dus als je benieuwd bent naar welke hotspots we gaan, check dat zeker in deze video. Eerste hotspot is Bavette en het is gelegen in het centrum van Mechelen. We hadden de pasta met tomatenroomsaus en vleesballetjes, veggie bolognese en de pasta met tomatensaus, spek, vleesballetjes en kip. Het was sava, het waren wel goede porties, maar niet veel smaak, dus ik geef een 2,5 op 5. Vleeshallen gelegen in het centrum van Mechelen. Hier kun je van alles vinden wat jij lekker vindt. Wij zijn gegaan voor hamburgers en Amerikaanse frietjes. Ik koos voor de rundvlees en Poetere voor de kippenvlees. Dit was heel lekker en ik geef hierop een 3 op 5. Het smaak kon een beetje beter. Derde hotspot is Beastie Burgers, gelegen in het centrum van Mechelen. We hadden de Brown Sugar Burger en de Black Angus Burger met kaasballetjes en kippenboutjes erbij. We vonden het wel jammer dat de fritten niet inbegrepen was, maar apart. Maar de smaak was goed, dus ik geef een 3 op 5. Nikki's Bakery, ook gelegen in het centrum van Mechelen. Hier kun je lekkere cakejes, gebakjes of koekjes zelf vinden. En zelf verse thee voor de theeliefhebbers. Wij zijn gegaan voor een carrotcake en een red velvet. Dit was super lekker, heel erg lekker. Het was niet te zoet, het was goed zoals ik het wil. Dus hierdoor een 4 op 5. Dat was onze video, bedankt voor het kijken. Hopelijk vond je dit leuk. Like, subscribe en deel. Doei!